Deze nieuwsuitzending is geheel en al gewijd aan Geert Wilders. Met zijn Partij voor de Vrijheid. Geert Wilders heeft bescherming nodig. Dat moeten wij betalen. Daarom is de BTW ook omhoog gegaan, omdat Geert Wilders anders doodgeschoten schijnt te dreigen te worden. Net als Joris Demmink en die andere smeerlappen. Ik heb geen respect voor het gedrag van Geert Wilders. Ik heb respect voor zijn menselijke aanwezigheid. Er is ook maar een of ander sukkeltje, die is uitverkoren om dan lalalala. Maar dan moest hij wel zijn haar gaan blonderen en blauwe contactlenzen indoen om de Elvis Presley uit te hangen van de Nederlandse politiek. Ik laat even een pauze vallen. Ik heb geen respect voor de uitingen van Geert Wilders. Voor geen enkele politicus hier in Nederland. En ook niet in België. En ook niet Angela Merkel. Dat is er ook zo een. Maar weer Schaffendas. Om geen enkel respect hebben die politici voor degene die de BTW afdragen. Want ze denken, net als vroeger in die slavernij, ja, slaven moet je gewoon lekker met de zweep geven en dan gaan ze wel werken. Dus ze gaan ervoor zorgen, Geert Wilders ook, dat onze oudjes, die belanden in bejaardentehuizen met een luier. Terwijl kindlief en kleinkindlief, die wonen 150, 130, 170 kilometer verderop, dus die kunnen niet iedere zaterdag langskomen om de luier te verschonen. Geen respect voor dat gedachtegoed. Geert Wilders is een probleem. Heb je van die filmpjes op internet en dan zie je weer de zoveelste Marokkaan een Hollands meisje in elkaar slaan? Dat vind ik ook wel vervelend. Maar het is ook de schuld van het Hollandse meisje. Is ook een beetje dom. Net als Willem-Alexander, die koning. Beetje dom. Dat zei Maximo. Hè? Hij is een beetje dom. Ja, die Hollandse vrouwen die zich in elkaar laten houden door Marokkanen, die zijn ook een beetje dom. Ik ken ze hoor, ik ken ze persoonlijk. En niet, ik heb helemaal niks tegen Marokkanen. Waarom? Ik heb een Marokkaanse vriend. En die is op vakantie geweest naar Casablanca, zijn geboorteplaats. Zijn vader was een Jemeniet. En die is daar 2 weken geweest en die kwam dus terug in Arnhem. Hij woont in Arnhem-Zuid, hij heeft een uitkering en een leuke doorzonwoning. Waar hij niet veel mee doet, maar dat maakt niet uit. Hij zit lekker in Arnhem-Zuid. En die zei, oh, ik ben zo blij dat ik weer terug ben in Nederland. Want gadverdamme, wat is Casablanca 1 grote vuilnisbelt. Dat zijn die Casablanca-lui. Ja, waarom denk je dat die Marokkanen hier naartoe komen? Denk jij dat als jij naar Marokko gaat, dat je een uitkering krijgt en een woning en gratis alcohol of zo? Nee, dat gaat niet. Je wordt eruit gekotst, in een plastic zak gestopt en laat ze je lekker rotten, want in Casablanca, ik weet het, hè. In Casablanca, daar ligt het rottende afval op straat. En Geert Wilders dan een beetje zeuren over die Marokkanen. Ja. Het gaat helemaal niet om die Marokkanen. Kijk, die Marokkanen kunnen niet zorgen voor hun eigen land.
Dat is duidelijk. Maar op deze manier kunnen wij steeds moeilijker zorgen voor ons eigen land. Maar niet alleen de Marokkanen, nee, er komen ook spleetogen hier naar binnen. En bonenvreters, zeg het maar. Ja, wir schaffen das. En Geert Wilders loopt te zeuren over een stukje. Hè, Marokkanen. Maar wat dacht je van die Turken? Wat doen die Turken hier? En Roemenen? Bulgaren? Wat doet het tuig hier? Allemaal mensen die niet kunnen zorgen voor hun eigen land. En wij zo dadelijk ook niet meer. Dan zijn wij doodgearbeitet. Doodgewerkt. En onze ouderen die kwijnen weg in veel te kleine, zorgeloze bejaardentehuizen. En wij wonen op 200 kilometer afstand. Voor ons economische overlevingsvermogen. Maar daar heeft Geert Wilders het niet over. Wil Geert Wilders met zijn fijne PVV, de Partij voor de Vrijheid. Die heeft gezegd van ja, wij zijn voor ouderenzorg. Ja, en toen hij dan zijn mandaat had gekregen, toen heeft hij tegen zijn medewerkers gezegd van ja, laat me zitten, laat die oude mensen van Nederland maar verrekken. Dat is Geert fucking Wilders. Dat je het even weet. Het is mijn vijand niet. Nee. Ik ben zijn vijand. Het is gewoon andersom een relatie. Denk jij dat Geert Wilders het 3 uur volhoudt in een Marc Dutroux-kelder met mij? En dan een camera erbij? Nee, natuurlijk niet. Ik maak die homo af. Die lul, wat doet hij hier in Nederland met zijn geblondeerde haar en zijn blauwe contactlenzen en een beetje lopen zeiken over Marokkanen? Geert Wilders moet het hebben over het concordaat wat afgesloten is tussen de Nederlandse zogenaamde overheid en het Vaticaan. En dat hij zegt, oh, dag burgers van Nederland, ja, ik steek mijn lul in mijn eigen mond, ik zal het even voordoen. Ik kan mezelf wel pijpen. Ja, politiek correctheid of zo, daar heeft Geert Wilders geen last van hoor. Ben jij een maf? Geert Wilders die pist over ons heen. Geert Wilders kost ons 100.000 euro per maand. Inclusief bewaking en alles wat hij nodig heeft. En een persbureau. En wij maar betalen voor geouwe hoer over Marokkanen. Wat denkt die lul wel niet? Hij schiet hem dood. En niet letterlijk natuurlijk. Maar paintballen, dat moet toch kunnen? Nee, Geert Wilders paintballen. Dat is duidelijk. Niet 1 keer, niet 2 keer, niet 3 keer. Nee, 13 keer. Alle 13 gepaintballed. Dan houdt hij er wel mee op. En als we Geert Wilders kunnen paintballen 13 keren, dan leert hij het wel af hoor. Dan gaat hij nooit meer aan het openbare Nederlandse vrouwtjes vragen. Wil je meer of minder Marokkanen of meer of minder minder? Dan houdt hij zijn bek. Geert Wilders is geen mens namelijk. Dat is een beest. Een ongelofelijke, niet nadenkende zak moleculen die denkt dat hij hiermee wegkomt door de Nederlandse samenleving te vernaggeren. Punt. En de wrake is mij, zij, de heer. En Geert Wilders gaat maar lekker kennis maken met meneer de werkelijkheid, te weten God. Dat had hij nooit mogen doen. Met zijn Hongaarse vrouw. Tegen Geert Wilders moet je zeggen, meer of minder Hongaren. Ja, dan gaat zijn vrouw er gelijk uit.
Wat doet die Hongaarse vrouw hier in Nederland, by the way? In Hongarije niet goed genoeg? Boedapest is een kutstad of zo? Dan komen we maar naar Amsterdam. Smeerlap. Geert Wilders. Ik vind ook dat stemrecht verboden moet worden. Iedereen moet verboden worden om te stemmen. Om te beginnen met de vrouwen. Want vrouwen stemmen op Geert Wilders. Die vinden dat wel leuk. Een politicus met geblondeerd haar. Dan kunnen ze ook volgende week naar de kapper op kosten van een kerel. En dan, ja, Geert Wilders heeft ook blond haar. En nu wil ik het ook. Gadverdamme. Vrouwenstemrecht afschaffen. En het stemrecht in het algemeen. Ja, maar wie moet ons dan regeren? Nou, Geert Wilders regeert niet. Geert Wilders loopt te zeuren over Marokkanen. En onze vrouwtjes voor de gek te lopen houden met zijn geblondeerde haro's. Ik praat er van een beetje Brabants, of niet? Nou dan. Oprotten die zooi. Partij van de Vrijheid, dat hele idee, daar hou ik helemaal niet van. Je bent helemaal niet vrij. Hoezo ben je vrij? Vrij van wat? Vrij van belasting betalen, zodat Geert Wilders zijn haar kan lopen blonderen? Nou, dat zou mooi zijn. Zo'n stembiljet van, wil je meebetalen aan het blonderen van de haren van Geert Wilders? Dat kost je maar 1 cent per dag. Moet je een kruisje zetten en dat wordt automatisch afgeschreven. Walgelijk vind ik dat. Mijn ding. En Geert Wilders, dat komt van de katholieke kerk. En de katholieke kerk is nog nooit leuk geweest. Helemaal nooit. In de tijden van Babylon, toen het nog geen katholieke kerk heette, het was dezelfde gedachte, hè? Het gaat over het manipuleren van een groep mensen. Want je kan wel paarden in bedwang houden, maar ja, paarden kunnen geen toiletten schoonmaken. En paarden kunnen niet zo heel veel. Hè? Ja, het in bedwang houden van mensen, dat is leuk. Hè? Dat doet Geert Wilders aan mee, met de katholieke kerk, met Babylon dus. Dat je het even weet. De bewijzen zijn er. Geert Wilders is katholiek. Ja, maar Geert Wilders is toch Joods? Ja, sukkel. Heb jij je godverdommese Bijbel, je gadverzakkense Bijbel ooit een keer gelezen? Hoezo is Geert Wilders Joods? Ja, want hij heeft in zijn fractiekamer heeft hij een vlag hangen van hexagram. Au. En dat maakt je Joods? Ja, als je een hexagram, dus 2 driehoeken in elkaar geschoven, dat heet de ster van David. En dan ben je goed. Oké. Okay. Ja, er wordt gezegd van Marokkanen dat ze een lager IQ hebben dan de gemiddelde Nederlander. Maar als jij denkt dat Geert Wilders een Jood is, omdat hij in zijn fractiekamer een vlag heeft hangen van Israël, dan is jouw IQ, hoe hoog is dat dan? Wanneer heb jij voor het laatst je IQ laten testen? Of je G-factor? En je hebt het boek Daniël niet gelezen, hè? Nee. Ja, precies. Heel goed dat je erover begint, Perry. Want ik heb graag een oordeel over zaken zonder dat ik er wat van weet. Want ik ben intuïtief. Het zal de dag zijn, hoor. Of de nacht, of het weekend.
Ik met Geert Wilders. Voor een uurtje of 4, 5, 6. 2 flessen wodka. Voor mij dan, hè. Nou, hij mag ook een glaasje, dat maakt niet uit. Spraakwater. Hij rookt denk ik niet. Maar ik rook wel. Ik ga lekker paffen. En Geert Wilders kan niks doen, want die is ontvoerd. En die zit in een kelder. À la Marc Dutroux. Want daar ga je Geert Wilders ook niet over horen, hè. Over Marc Dutroux. En wat hij gedaan heeft. De verzamelen van jonge mensen ter feestvreugde van roze balletten. Ja, maar Marc Dutroux, dat was één grote hoax. Nu word ik boos. Dat soort dingen moet je niet tegen mij zeggen. Dat verhaal, de arrestatie van Marc Dutroux, dat was niet een fabel. Dat was geen hoax. Ja, Marc Dutroux is onterecht gearresteerd. En iedereen... Fok op! En hoor je Geert Wilders erover? Nee, natuurlijk niet. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt, dat is Geert Wilders. Geert Wilders zit op een positie waarin hij kan zeggen, hoe zit het met Marc Dutroux en die meisjes? Wie staat er achter? Wie heeft dat betaald? Dat zou ik verwachten van een politicus. Maar Geert Wilders doet dat niet. Want Geert Wilders is een periwinkel. Op zijn Amerikaans, hè? Het is een peri, net als ik, hè? Peri. En dan winkel, maar dan moet je die L en die E omdraaien. Dus winkel is een Duitse naam. Periwinkel. Dat is een lulletje rozenwater. Die het al lang best vindt dat er in België kinderen totaal helemaal verneukt zijn. Hij weet ervan, maar hij wil het niet weten. Want hij ligt te neuken met zijn Hongaarse vrouw. Als die haar überhaupt nog neukt. Want heeft Geert Wilders wel kinderen? Met die Hongaarse vrouw. Dat is een smeerlap. Net als Mark Rutte. Daar kan ik het ook nog over gaan hebben. Maar Geert Wilders is minimaal hetzelfde niveau. Net als die lul die toen onze jongens, onze Nederlandse jongens, opgesloten zaten in Srebrenica. Wim Kok. Wim Kokhals. Dezelfde smeerlapperij. Onze jongens zaten in Srebrenica. Srebrenica of zo. Ik ken dat dialect niet zo goed, hè. Moet je Kroatisch zeggen of Serbisch of... Wat heb je nog meer daar? Srebrenica. Srebrenica. Op zijn Amsterdams. Daar zaten onze jongens. En Wim Kok, die heeft tegen die Franse generaal gezegd... Nee, niet helpen. Laat de Hollandse jongens maar verrekken, want daar gaan we een drama van maken. En we gaan dan die Karremans, die gaan we voor lul zetten. En dat wordt een hele mooie tv-uitzending. En dat hebben ze uitgevoerd. En die Franse generaal zei, oké, dan kom ik wel niet helpen. Dat is goed, jongen. Ga jij maar die Karremans en al zijn jongens laten verneuken op de tv. En hoe is Karremans geëindigd? Ja, in armoede natuurlijk. En Geert Wilders niet, hè? Nee, die zeikt daar niet over. Nee, je gaat het maar een keertje hebben over bezigheden. Nee, helemaal niet. Want Geert Wilders werkt voor de katholieke kerk. En die wil, de katholieke kerk, die wil onze individuele denkmogelijkheden absoluut vermoorden. Alle gezinnen kapot, de middenstand kapot. En Geert Wilders met zijn geblondeerde haren en zijn blauwe contactlenzen en zijn Hongaarse vrouw, die dit tot nu toe, naar mijn mening, maar ik heb misschien iets gemist, maar niet zwanger heeft weten te maken. En die gaan lekker patat eten. Terwijl onze kinderen weggerotten.
op de langere termijn. Geen respect voor Geert Wilders. Het zit er niet in. Niet vandaag niet, niet morgen niet, niet Severs niet, niet straks en ook niet heute nog, verdomme. Het is een jezuïet. Een jezuïet is een meeloper. Een coadjutor. Een clown. Dood over hem en zijn familie. Ik ben zijn vijand. Hij beschouwt mij als zijn vijand. Want ik zal tegen Geert Wilders zeggen, jij hebt het Nederlandse volk mede. Dat is een coadjutor. Hè? Jij hebt het Nederlandse volk mede. À la 100.000 euro per maand aan kosten voor het Nederlandse volk naar de kloten lopen helpen. En wat is jouw nut dan, Geert Wilders? Is er nut om menselijke samenlevingen helemaal naar de kloten zo te helpen? Samen met je homo-vriendje van een Mark Rutte. En die andere Perry Winkle, die heet Jan-Peter Balkenende. Ik word er niet chagrijnig van. Het is alleen maar zo als het is. Dit was niet helemaal correct Nederlands, denk ik. Ja, wat wil je ook met iemand als Geert Wilders? En ik weet hoor dat die buitenlanders, ze hebben niet zo'n hoge IQ, hè? En waarom worden die mensen hier naartoe gebracht? Ja, Perry, dat is heel makkelijk. Kijk, Nederlanders kunnen zorgen voor hun eigen land en die andere mensen niet. Dus komen die andere mensen hier naartoe om dan te leren hoe je moet zorgen voor het eigen land. Ontwikkelingshulp, maar dan andersom. Nee, dat is niet waar. Die mensen kunnen niet zorgen voor hun eigen land. Punt. Dat komt omdat ze katholiek zijn. En Nederland is protestant. Sinds de 16e eeuw. Wij kunnen zorgen voor ons land. Bewezen. We hebben ook een mooi land, maar aan de andere kant, ja, niet zo heel mooi. Klote weer. Dan regent het weer en dan is het weer snikheid en dan hartstikke vochtig. Niet voor niets heet Nederland kikkerland. Een goed land voor kikkers. Waar heb je het gehad? En wij wonen hier. Wij hebben ons land verzorgd. We kunnen die mokro's niet zeggen. Libië is kapot. Algerije, daar ben ik geweest op vakantie. Dat is helemaal niks. Ik snap dat niet hoor. Die mensen daar, die hebben een zonne-energie. Het gaat richting de 1000 watt. 1000 watt. Per vierkante meter. Dat is 1 kilowattuur per uur. Wat betaal jij hier
voor een kilowattuur. Maar daar is het gratis. Aan zonne-energie. En die lui doen er helemaal niks mee. Komt door het katholicisme natuurlijk. Het katholicisme legt ons lam. Laat ons druk maken over problemen die er niet zijn. Laat Geert Wilders daar wat over zeggen. En dat doet hij niet. Hij is een leugenaar. Vreemde man, hoor. Een clown. Ik ken een vrouw en die ging naar de Tweede Kamer toe. Op de publieke tribune zitten. Om te kijken naar... Zij zei Geertje Wilders. Ik wil hem toch een keer live zien. Hoe hij zijn onzin loopt te spreken. Ja, niet dat zij zo geweldig is. Dat is eerzaam. Maar ze had wel gelijk. Even kijken hoe die lul eruit ziet. In het echt. Met zijn Partij voor de Vrijheid. Welke vrijheid? Wat is vrijheid? Denk even met me mee. Wat is vrijheid? Boeddha? Ik heb hem al verklapt. Oh, sorry. Ik heb hem al verklapt. Boeddha zei... Vrijheid is niet hechten. En de rest. Geef om een ander. Dit is voor christelijke. Voor met accent e. Ecus erboven. Voor christelijk. Dat is Boeddha. Daarmee niet minder waar. Maar dat is vrijheid. Niet hechten. Ik ben ook niet gehecht aan Geert Wilders. Nou, man. Ik vind het een sukkel. Een periwinkel. Op zijn Amerikaans dan, hè? Een lulletje rozenwater. Een sukkel. Een slapjanus. Een smeerlap. Nee, dat Geert Wilders zo'n slapjanus is, dat maakt me op zich geen donder uit. Maar dat hij dan op tv... ik heb het woord. Meer of minder Marokkanen. Dat is onvergeeflijk. Ja, hij moet dus zeggen... meer of minder Marokkanen... of meer of minder Hongaren. Kijk, dan gaan we praten. Of zijn vrouw wordt de deur uit gedenderd... of Najima. Hoe heet die Marokkaanse dames? Dan spreekt hij de waarheid. En voor de rest kan Geert Wilders mijn rug op. Hij is de beste leugenaar in het verzwijgen van de zaken die je dient te bespreken. De OV-chipkaart bijvoorbeeld. Dat slaat nergens op. Als je het hebt over de Partij van de Vrijheid, of voor de vrijheid. Ja, vrijheid van vervoer. Je laat jezelf vervoeren. En dat moet dan tegenwoordig via de overheid, op een of andere manier. Ik weet ook niet waarom. Maar... En dat moet dan heel ingewikkeld. Om het opzetten, ik maak een grapje. En dat moet heel ingewikkeld. Met een... Klop, 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 pliep, 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 pliep.
Ja, doet Geert Wilders daar wat aan? Ik heb tegen mijn dochter verteld van ja, vroeger, dan ging je naar de sigarenwinkel en dan haalde je een 35 strippenkaart. Maar dat kostte je zoveel gulden. Zoveel 0,4 euro's. En dan kon je zoveel kilometer. En nu moet je bliep, 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 bliep. En al die Marokkanen die springen over die poortjes heen. Afschaffen die overchipkaart en terug naar de Partij voor de Vrijheid. Maar vervoer is niet een taak van de overheid. Dat zou Geertje Wildertjes. Hij is een vrouw, hè, want hij blondeert zijn haar, dus hij is vrouw. En tegen vrouwen moet je in verkleinwoordjes praten. Dus Geertje Willetje, Wiljes Durtjes. Je moet geen vrouwen beledigen. Maar daar zou hij het over moeten hebben. Een normale vergoeding voor het vervoer. En de overheid moet zich er helemaal niet mee bemoeien. Nergens voor nodig. Openbaar vervoer. Het is helemaal niet openbaar. Ik ken het verhaal van een jonge vrouw. En die had dan zo'n overchip dinges. En die wilde terug van school naar huis. En toen was haar chip kapot. En die buschauffeur, die heeft haar uit de bus gezet. Want als jouw chip niet werkt, dan ga je maar lopen. Ja, 13 kilometer. En doet Geert Wilders daar wat aan met zijn Partij voor de Vrijheid? Nee, helemaal niet. Ben jij maf? Hij lacht zichzelf kapot. En probeert zijn Hongaarse vrouw nog te neuken. Of hij heeft een concubine. Een mooi oud Nederlands woord. Een hoer op zijn Nederlands. Maar ja, als mijn vrouw niet wil, mijn Hongaarse vrouw, wel dan bel ik een hoer. En die betaal ik van de btw-verhoging. Ja, dat scheelt toch wel, hoor. Iets meer btw-toeslag. En dan ga ik haar wel denkbeeldig neuken. Geert Wilders is een van de allerslechtste moleculen die ik ooit in mijn leven heb gezien. Los van Mark Ruttestein en Jan-Peter Balkenende. En Wim Kokhals. En zeg niet dat ik geen verstand heb. Dan ga jij dood. Snap je? In je hoofd ga je dood. Moeilijk, ik begrijp wel dat het moeilijk is. Ja, maar als we Geert Wilders volgens jou niet kunnen vertrouwen, wie moeten we dan wel vertrouwen? Nou, helemaal niemand niet. Stel ik een sukkels. Maar die hele wereldorde, allemaal dezelfde kant oplopen, alle neuzen hetzelfde, en lalalala. Nou, dat staat helemaal nergens op. Er zijn misdadigers onder ons. En die moet je doodschieten. Dat vind ik wel, hoor. Ik bedoel letterlijk doodschieten. En ik ga niet zeggen dat je Geert Wilders moet doodschieten. Nee, Geert Wilders moet je paintballen. Maar de rest moet je doodschieten. Eén voor één. Wat heel moeilijk. Dat heet de Armageddon. Of zijn Nederlands, of Amsterdams, Armageddon. De wereldoorlog.
En dan houden mensen zoals Geert Wilders en zijn Hongaarse vrouw, die houden vanzelf hun mond. Want ze zijn doodgeschoten. Of hun onderdanen, of whatever. Misschien moet je die bodyguards pakken van Geert Wilders. Dat niemand meer een bodyguard wil worden van Geert Wilders. Want dan word je doodgeschoten. Dat is een genadige dood. Dat is heel lal. Pief. Wel raakschieten, dat wel. Ik roep niet op tot geweld. Ik roep op tot verstandigheid. Want dit kan niet. De toestand waarin onze samenleving nu verkeert, dat kan niet. Dat is hopeloos. Wanhopeloos. Nee, wanhopig. Wanhopeloos. Maar dit kan niet. Wij zitten hier met die Marokkanen. Dat is best een probleem. Want die mensen hebben allerlei dingen hebben ze. Ziektes, laag IQ, geen taalvermogen. Ja, dat zit maar hier. Maar als we nou dan Geert Wilders even overdrachtelijk, hè? We schieten Geert Wilders van zijn kop. Nou, dan is altijd bezittingen van hem en zijn Hongaarse vrouw. En die schieten we ook nog dood. Ik doe eventjes à la Kroatië. Wat de katholieke kerk de Kroaten heeft aangedaan. Die schieten we allemaal dood. Die bezittingen krijgen wij. En dan de volgende. Dan gaat de BTW, die wordt afgeschaft. Ik snap ook niet waar BTW voor nodig is. De belasting op de toegevoegde waarde. Hoezo? Hoezo moet je het toevoegen van waarde van mensen belasten? Het is toch niet zo dat ik naar de kaasboer ga en dan zeg ik van, nou, even een kilo kaas. En dat die man zegt, ja, maar jij hebt waarde toegevoegd en ik wil van jou 20%. Maar het is wel zo. Ik heb verdiend. Ik koop kaas. En dan 21% moet, omdat die kaasboer waarde heeft toegevoegd, moet afgedragen worden. Ik wil alleen maar kaas. BTW moet afgeschaft worden. Dat moet, dat zal. Ja, een overheid moet inkomsten krijgen. Geen probleem. Natuurlijk. Voor een geleverde dienst. Snap je? Een contract opstellen. Dat is John Locke. Die Engelse empirist. 17e eeuw. The social contract. Confucius. 600 jaar voor Christus. Die zei hetzelfde. En Geert Wilders is een lullen. En ik vind het fijn dat hij geen kinderen heeft. Ik vind het jammer dat koning Willem-Alexander 3 dochters heeft. Jezus. Die moet je ook allemaal tevreden geven.
Ja, dat kan er ook nog wel bij. Onze oudjes, die liggen in een luier, een beetje... En dan Amalia en Adelia en Azalia, ik weet niet hoe die dochters heet. Het neukt maar door. Stel ik je parasieten. En Geert Wilders doet lekker mee met die katholieken. En dan kijk je naar die Amerikanen, die hebben momenteel, Amerika is katholieke, Nederland ook, dat weet geen hond, maar Amerika is katholiek. Donald Trump, die dan gezegd heeft van, ik zal vechten voor de katholieken, want die hebben Amerika gesticht. Ja. En lekker bommen gooien op Irak. Zal je Geert Wilders ooit horen over de aanslagen van 11 september? Nee, Geert Wilders, die blijft maar vertellen dat het Osama bin Laden was, een Saoedi-Arabier. En daarom hebben wij Afghanistan gebombardeerd. Sorry voor mijn Duits. Een vervelende, nare man. Die beter zijn bek houden kan. Dacht ik. Super bedankt voor het luisteren hoor. Ik stel het erg op prijs. Vooral als je Nederlander bent en Geert Wilders op tv gezien hebt. En dat je die man kent in zijn woord. En zijn leugen. Dan heb je nog wat aan mijn woord. En mijn woord is geen leugen. Tenzij ik mij vergist heb. Maar Geert Wilders is een leugenaar. Net als Donald Trump. Een katholiek. Een katholieke liegen. Per definitie. Allemaal. Zij misbruiken het woord van God. Ja. Het woord van... Nu ga ik zeggen, ja, dat is een hele leuke. Zij misbruiken het woord van de mens. Die een kind is van God. Niet alle mensen zijn kinderen van God. Hè. Er zijn heel veel mensen die denken dat ze kinderen zijn van papa en mama. Maar dat ben je niet. Vanuit de donkere krochten in Arnhem, op de Rodenburgstraat, nummer 3-3, zeg ik op zijn Hamburgs, de stad die gebombardeerd is door de katholieken, de universele. In het woord van die stad, in de taal van die stad, zeg ik, tjus en dag lieverds, en grow up.